liefhebben van een hond, dat is iets voor beginners. Kinderspul is dat. Dat is een stomzinnig. Je komt een hond tegen, dit is wel een leuke hond. Ik hou wel van jou, zeg je tegen die hond. Nou, zegt die hond, dan hou ik ook van jou. Waardoor jij weer van die hond houdt en die hond weer vindt. Het is stomzinnig, dat is toch geen lol aan? Ja, dat is een soort liefde als die je vroeger had, toen je een jaar of 15 was. In mijn geval was het van 19 geloof ik. Maar goed, het eerste meisje, dat al je moed bij elkaar raapt en tegen het lieve kind zegt van, ik hou van jou. En dat dat lieve kind dan zegt van, ik ook van jou, die schiet je de pleuris. Maar ik hou meer van jou dan dat jij van mij houdt. Nee, zegt, ik hou nog veel meer van jou dan dat jij van mij. Nee, ik hou nog veel meer dan jij van mij, dan jij van mij, dan jij van mij. Nou ja, dat soort gebaren, je kent dat. En dat wordt niks. Dat loopt uit op een gegeven moment, stopt ze gewoon haar tong in jouw mond, omdat geoude hoer eindelijk is. Daar is de bibliotheek niet over volgeschreven. Beantwoorden liefdes, daar hebben we niks aan. Nee. Je bent smorgens, je zegt, ik hou van jou. En zij zegt, hoe laat is het? Kijk, dat kan wat worden. Dat is het zaadje gezaaid. Daar worden die boeken over geschreven. Niet beantwoorde liefdes. En daar heb je dus een poes voor nodig. Want die is niet zo stom om net zoveel van jou te houden als jij van haar. Een poes die gaat op je schoot zitten. Ik ben dan verschrikkelijk vereerd. Oh, heb je dat aan te danken? Ja, moet je je voorstellen, wat ik in een poes zie, dat begrijp ik wel. Maar moet je vanuit poesenperspectief een mens voorstellen? Dat je zelf zo ontzettend mooi, zacht, soepel, fantastisch, engelachtig beest bent, van ongeveer zo groot. En dan zo'n schonkerige lomperd, als een berg voor je oprijst, met van die veel te grote, veel te harde handen. Dus dat hij bij je op schoot komt zitten en denkt, oh, lieve heer, u bestaat echt.